Wat je hiervoor ziet is mijn Instagram-account. En als ik even naar beneden scroll en ik ga naar 5 weken terug en ik open mijn allereerste post, dus 5 weken terug, dat zie je hier terug 5 weken, dan zat ik op 130.000 euro. Ik had op die dag, op dat moment, even op dat moment opname, de 4.000 euro winst gemaakt. Als ik dan naar de volgende dag ga, zie je dat er heel veel optimisme is. Ik ga verder, 10.000 in de min. Daarna weer verder 140.000, 146.000. We gaan weer verder 146.000, 149.000, 151.000, dat is 4 weken geleden, 153.000 en een update van mijn nieuwe video destijds. We gaan weer verder, 156.000, 163.000 en ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment op 170.000 zat. En voor je het weet, 2 weken geleden begint er zoiets als een coronavirus. Wat vaak in de aandelenmarkt, in de beurs, als een black swan wordt genoemd. Dus iets wat je compleet niet verwachtte, komt opeens en niemand weet hoe ze erop moeten reageren. Corona komt eraan, je ziet mijn portfolio zakken. Volgende dag min 5000. Je ziet overal allerlei dingen voorbij komen. Mijn eigen video was destijds ook live. Klein beetje naar boven, we gaan weer verder, 131.000. Een leuk grapje van een hond die Joe Carlson had gepost, die binnen zit en die zegt I'm fine, this is fine, no, I'm fine, terwijl het hele huis in brand staat. We gaan weer verder, 121.000. Een mooie inspirational post waarom je niet moet verkopen in allerlei crashes die er zijn gebeurd van My Personal Finance Club is het, geloof ik. Je ziet bijvoorbeeld dat Hillary, toen ze bijna aan de macht was, had iedereen gezegd verkopen, want de hele markt gaat zakken. Trump hetzelfde, China trade war, Iran war en nu bij de coronavirus. Dit om iedereen die kijkt en natuurlijk mezelf ook even onder andere gedijst te houden en herinneren hoe de stock market ook alweer in elkaar zat. Als we dan verder gaan, 128.000. Dat betekent dus in dit geval al meer dan 32.000 verlies. Als we nog verder gaan, dan zie je dat ik mijn Cybertruck heb besteld. Over 2 jaar krijg ik die, dus stay tuned. Als we nog verder gaan, min 47.000 in een week tijd. Als we nog verder gaan, nog een dagje later, min 20.000. En inmiddels zit ik op 83.000 euro portfolio. Nu moet je herinneren dat ik was begonnen met een portfolio van 75.000 euro. Daar heb ik 10.000 bovenaan gedaan. Dat betekent dus dat ik nu officieel al mijn winst kwijt ben en min 2.000 euro in verlies sta. Daar gaan we het hebben over tijdens deze video. Hoe ga ik ermee om? Wat heb ik allemaal gedaan? En wat is er allemaal aan de hand in de beurs? Eerste intro. Dus wat je hier voor je ziet is mijn laatste post op Instagram. En op 1 dag 20.000 euro kwijt. Dat is heel veel geld. Maar nu moet je luisteren naar de manier waarop ik mijn taal gebruik in deze post. Maar ook in de video. Als je woorden gebruikt zoals geld kwijt of geld verloren of dat je verlies maakt en dergelijke. Dat zijn woorden die heel emotioneel zijn. Dat zijn woorden die je idealiter niet wil gebruiken en die ook niet echt kloppen als je naar de werkelijkheid kijkt. Want in werkelijkheid wat hier gebeurt is dat de waarde van de aandelen die ik bezit en die heel veel mensen bezitten, die zijn gedaald. Je hebt geen verlies gemaakt, maar de waarde van de aandelen die je in je bezit hebt, die zijn gedaald omdat er heel veel onrust is binnen de markt. En heel veel mensen gewoon simpelweg niet weten wat de virus gaat doen. Dus zolang jij niet verkoopt en zolang je je aandelen bij je houdt, of je nou 90.000 euro in de plus staat of 90.000 euro in de min, je verlies en je winst zijn beide fictief. Je hebt geen winst gemaakt, je hebt geen verlies gemaakt. Je hebt aandelen die een bepaalde waarde hebben. Dat kan morgen, dat kan overmorgen, dat kan op dezelfde minuut nog anders zijn. Dat is een klein detail die je natuurlijk wel even moet herinneren. En als je mijn laatste video heb bekeken over de interview met Warren Buffett. Dat werkt heel vernuchterend omdat je dan ook al, omdat je weer herinnerd wordt aan het feit dat je een bedrijf bezit. En een bedrijf bezitten betekent niet dat je van de ene dag op de andere dag verkoopt. Alleen omdat het kan op de beurs, betekent niet dat dat de manier is waarop het hoort. Maar goed, al dat terzijde, we hebben te maken simpelweg met de coronavirus. En wat dat betekent voor veel beleggers is onzekerheid. Het betekent
niet weten wat de toekomst gaat brengen. En het betekent ook in de meeste gevallen dat er heel veel gespeculeerd gaat worden over hoe de groei van de economie geïmpact gaat worden door een virus zoals deze. Nu moet je bedenken dat dit niet de eerste keer is dat zoiets als dit gebeurt. Het is wel heftig. Als je kijkt naar de daling, is het een van de grootste dalingen geweest sinds de Grote Depressie in 1987. Dus het is heel significant wat hier aan het gebeuren is. Tegelijkertijd moet je ook bewust zijn dat alle overheden, alle bedrijven, die zullen er hun stinkende best doen en alles eraan doen om ervoor te zorgen dat ze hier weer en dat we hier allemaal weer bovenuit komen. En dat de schade die het op de economie brengt, dat zo weinig mogelijk is. Iedereen is erbij gebaat dat gewoon weer goed zit. Dus uiteindelijk zal het ook zeker goed gaan komen. Waarom alles zo nu aan het dalen is, als je het mij vraagt, dan is dat voornamelijk omdat heel veel mensen heel veel moeite hebben om in te kunnen schatten wat de economische schade zal zijn. Als we vanaf nu 2-3 maanden verder zoomen, dan komen de eerste kwartaalcijfers. En die eerste kwartaalcijfers die zullen al veel meer gaan vertellen over de impact van de coronavirus. Voor hetzelfde geld komt er een vaccine heel snel. Voor hetzelfde geld valt die schade mee. En dan zie je dat we een recovery krijgen. En dat het een soort V-shaped of een U-shaped recovery gaat worden. En misschien gebeurt dat ook niet. De prognoses nu zijn, als je kijkt naar Rabobank, als je kijkt naar ING en allerlei grote instanties zoals de CBS en dergelijke, die zeggen op zijn minst 2 kwartalen op een rij negatieve economische krimp. Dat betekent op zichzelf al een recessie. En afhankelijk van hoe we met hiermee omgaan in de loop van tijd, dat er misschien nog een derde of een vierde en in het ergste geval nog een 5e kwartaal van negatieve economische groei zit. Dat betekent dus een jaar, misschien wel 1,5 jaar van recessie en een hele lange recovery wat eventueel zou kunnen gaan duren. Nu is dat natuurlijk het slechtst denkbare scenario. In het beste geval zien we dit allemaal weer terug stijgen. Maar tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat we terugkomen van een periode van groei van meer dan 11 jaar, waar we jaar na jaar na jaar groei kregen. Als we het hebben over de bull market, dus de jaren van groei, dan hebben heel veel mensen tegenwoordig over deze jaren. Dus tussen 2009 en 2020 in is de S&P 500 252% gegroeid als je alleen al de crash, de kleine crash hier meemaakt. 300% als je dat even eruit haalt. Dat is best veel. En dat is eigenlijk ontzettend veel. Het is eigenlijk nog nooit eerder voorgekomen, behalve heel lang geleden, dat aan de gang was. En eigenlijk, als beginnende belegger, en ook zeker als ervaren belegger, moet je de aandelenmarkt, die heeft eigenlijk 2 soorten moods, als het ware. Dus 2 manieren waarop het functioneert. Dat is 1, tijden van hoop, optimisme en volop mensen die denken dat ze slim zijn en alle beslissingen die ze nemen en alle aandelen waar ze in beleggen, die gaan alleen maar omhoog en omhoog en omhoog. En het gevoel dat ze krijgen is dat ze weten wat ze aan het doen zijn. En dat het allemaal wel goed gaat komen en dat er niet zoiets bestaat als een slechte markt. En dat zijn de tijden die nu misschien, en nogmaals, het is speculeren, misschien geweest zijn. Misschien ook niet. Misschien dat we iets compleet anders gaan zien en al die dingen meevallen. Ik denk trouwens ook dat het wel echt mee gaat vallen. Als je kijkt naar mensen die thuiswerken binnen de IT-sector bijvoorbeeld, die zijn net zo productief als dat ze op kantoor zouden zijn. Misschien net wat minder productiever. Maar er zijn ook heel veel banen waar je niet thuis kunt werken. Dus we gaan het gewoon zien. Uiteindelijk heeft de S&P 500 alles meegemaakt wat je je kunt voorstellen. Denk aan SARS, denk aan cholera, denk aan vogelgriep. Denk aan de Twin Towers waar een vliegtuig doorheen ging. Denk aan verschillende oorlogen die er zijn geweest. De S&P 500 heeft alles meegemaakt. En onderaan de streep zijn er gewoon heel veel slimme mensen en overheden die geïnvesteerd zijn om ervoor te zorgen dat de economie goed gaat en dat er economische voorspoed is. En dus wij allemaal daarvan gaan profiteren. En ik denk ook dus dat juist daarom het gewoon goed gaat komen. Als je kijkt naar de ene kant van het verhaal, hoop, optimisme, noem het maar op. De andere kant van het verhaal is angst. Angst is vaak een emotie dat instant is. Dus zodra er zoiets als een virus komt, dan zie je meteen een hele sterke daling. Terwijl hoop en optimisme, het duurt gewoon heel lang voordat dat weer opgebouwd is. En
Je ziet ook altijd crashes. Deze duurde dan misschien net wat langer. Maar vaak zijn crashes heel snel en heel, heel fors. Vaak is dat binnen een periode van een jaar, 2 jaar, is dat al meer dan de helft van alle waarde is verdwenen. En duurt het een periode van 5, 6, 7 jaar om weer op peil te komen. En misschien net wat langer om echt hard te gaan groeien. Dus dat is even my two cents. Ik bedoel, uiteindelijk weet je nooit wat er gaat gebeuren. Maar dat is even alle gedachten die ik erover heb. Laten we even gaan kijken naar mijn portfolio. Of in ieder geval wat daarvan over is. Je ziet hier totaal account €88.000. Dat is eigenlijk wat over is van mijn portfolio. Je ziet daarnaast portefeuille €115.000. En dat betekent dat ik een bedrag van €26.000, bijna €27.000, heb geleend van de Giro. In de vorm van marge met een rentepercentage van 1,2%. Ik zal daar meer straks over uitleggen. Uiteindelijk heb ik een vrije ruimte, dus hoeveel ik nog meer van de Giro kan lenen van bijna €50.000. En heb ik dus eigenlijk tegenover 30% van mijn portfolio een lening gedaan bij de Giro, waarop ik per jaar €350 betaal om die lening te mogen houden. Voor beginners zou ik marge niet aanraden, maar ik zal even zo meteen mijn gedachtegang toelichten waarom ik hiervoor gekozen heb en waarom ik dit doe. Wat je hier voor je ziet is mijn dividend tracker. Hier hou ik mijn dividendportfolio bij. En juist doordat we in een hele andere markt zijn terechtgekomen en dankzij de coronavirus heb ik op tijd en gelukkig op tijd de meeste van mijn groeiaandelen verkocht. Dus in ieder geval een heel groot gedeelte ervan verkocht. Ik geloof dat ik nu ongeveer 12, 13, misschien 15% aan groeiaandelen bezit, zoals een Tesla en de Trade Desk en dat soort zaken. Dat zijn bedrijven die je wil bezitten wanneer er heel veel economische voorspoed is en optimisme. Maar wanneer dat niet zo is, dan zijn die price-to-earnings ratio's zo belachelijk hoog dat de waardering en dergelijke geen enkele sens maken. Over tijd heen zal dat natuurlijk veranderen. En zodra dat verandert, zal ik dan ook mijn strategie veranderen. Dus vandaar dat ik me voornamelijk focus op dividendaandelen. Ik heb er een stuk of 32 in totaal. En dat komt uit op een dividendbedrag van per jaar zo'n $9.700. Netto in euro's is dat 7.456, waarvan ik ook nog eens 1.300 aan belasting ieder jaar terug ontvang, die ik dan weer kan gaan herinvesteren. Dit is dividend dat ik natuurlijk herinvesteer. Ik heb een lening bij de Giro van €27.000. Dat betekent dus als ik dit maal 3 doe, dat ik over een periode van 3 jaar die lening alleen al met dividend af zou moeten kunnen betalen zonder mijn eigen inleg. Natuurlijk ga ik zelf ook inleggen en ik verwacht dus ook dat einde van het jaar die lening is afbetaald. En daarnaast, ja, het is niet een hele hoge lening of iets dergelijks als we kijken naar de percentage van mijn portfolio. En daarnaast ook nog de maandelijkse kosten die ik aan de marge betaal. Want het gaat om 1,2% rente. Dat komt uit op ongeveer €30 per maand die ik aan rente aan de Giro betaal, terwijl mijn maandelijkse dividend €621 is. Dus ik maak er alleen maar winst mee. In dit geval opereer ik eigenlijk een beetje zoals een bank dat doet. Dus een bank die krijgt aan de ene kant een lening van een centrale bank tegenover een relatief lage rente. Aan de andere kant geeft het datzelfde, of leent het datzelfde geld uit aan mensen of bedrijven tegenover een hogere rente. En het verschil tussen die hogere rente die het uitleent aan bedrijven en de lage rente die het zelf betaalt om het geld te lenen van de centrale bank, daar maakt een bank zijn geld mee. En in dit geval doe ik precies hetzelfde, want ik leen tegenover 1,25% en ik koop daarmee dividendaandelen die misschien 3 of 4 keer grotere dividenden uitbetalen en dus kan ik die maandelijkse kosten over tijd heen dekken en zelfs nog winst ermee halen. Natuurlijk doe ik dat met een klein percentage van mijn portfolio, omdat wanneer je marge gebruikt en je krijgt een margin call omdat je portfolio dusdanig zakt dat je niet genoeg onderpandswaarde meer hebt, dan kan je een groot probleem raken. Dus let ermee op, als je niet weet wat je aan het doen bent, doe het gewoon niet. Ik doe het omdat ik ook het geld in de bank heb liggen om bij te kunnen storten mocht dat nodig zijn. Maar ik wil in ieder geval op dit moment een cashflow hebben van dividenden die ik kan blijven herinvesteren mochten we echt in een bear market belanden die heel erg lang duurt. Dus dat even voor jullie beeldvorming. Dat is de reden dat ik het doe. En
over tijd heen, wanneer de markt verandert, omstandigheden veranderen, zal ik mijn strategie ook aanpassen en jullie daarin meenemen. Maar over een periode van, laten we zeggen, 10 jaar, als ik niets verander aan mijn portfolio en het blijft zo gaan en de dividenden worden niet naar beneden gehaald, dan zul je in ieder geval zo'n 80.000, 90.000 euro extra alleen al aan dividenden in mijn portfolio zien. Plus compounding zal dat veel meer zijn. En als het ook nog eens omhoog gaat in waarde, dan zal ik in ieder geval de komende 10 jaar richting de 4, 5 ton moeten gaan. Uiteraard is mijn doelstelling wat anders. Ik heb ook nog mijn eigen inleg en dergelijke daar nog niet meegerekend. Maar dat is puur even voor jullie beeldvorming wat ik ongeveer kan gaan verwachten. En dit is vanaf nu mijn strategie. Het is vaak niet verstandig om je portfolio en dergelijke meteen te gaan veranderen als er grote economische tegenspoed en dergelijke komen. Maar ik was ook initieel van plan om dit te doen. Zoals jullie weten is mijn strategie dividend en groeiaandelen. Groeiaandelen voornamelijk om mijn portfoliowaarde te vergroten en dus op een gegeven moment meer in dividendaandelen te kunnen investeren. Daar was ik al van plan. Er was een grote onbalans omdat mijn groeiaandelen ontzettend hard waren gegroeid. Tesla heb ik ook vlak voor de crash verkocht, gelukkig, met ontzettend veel winst en de rest van de aandelen langzaam aan verkocht. Dollar cost averaging, maar dan met verkoop. Om ervoor te zorgen dat ik in ieder geval voldoende geïnvesteerd had in dividendaandelen, winstgevende bedrijven die mij over tijd heen gewoon cashflow gaan genereren. Dus dat is even voor jullie beeldvorming, mijn strategie en hoe ik hiermee omga. Ik hoop dat alles duidelijk is. Mochten er vragen zijn, laat het me weten. En ik heb ook hieronder een nieuwe partner waar ik mee samenwerk, dat is Bunk. Bunk is een bank die ik zelf ook gebruik, daar ontvang ik mijn salaris op. Maar ik beleg daar ook bijvoorbeeld, of in ieder geval, ik spaar daar ook mee bijvoorbeeld mijn wisselgeld en dergelijke. En ik gebruik het al jaren. Ik krijg er ook nog rente op van 0,35%. Dat is een van de grootste rentes die je kunt ontvangen op het moment. Omdat ik gewoon een goede gebruiker ervan ben en ik dat ook aan jullie wil gaan uitleggen. Laat me even in de comments weten of je wilt dat ik daar een keer een video over maak. En als je het nog niet gebruikt, gebruik de link hieronder om dat aan te maken. Of een De Giro-account aan te maken, want daarmee support je mijn kanaal. En blijf ik dit soort video's maken. Dankjewel.